Peace for Nepal. In de klas wilde de juf iets belangrijks gaan vertellen over het Nepal-project wat de kinderen eerder dat jaar hadden georganiseerd. Oké, jongens en meisjes, wil jullie boeken maar weg, want ik wil het even hebben over het Nepal-project. Jongens, zoals jullie weten hebben we het Nepal-project gedaan. Jullie hebben gezongen en dingen verkocht en zo. En we hebben 20.000 roepie opgehaald voor Nepal. Yeah! Roepies is het geld waarmee ze in Nepal betalen en ze hadden daar 20.000 van opgehaald. Ze gingen helemaal uit hun dak. Roepie lijkt heel veel, maar het is maar 2 euro. Nog niet eens. Wat? 2 euro? 2 euro? Dat maakt niks. Echt vreemd. Dat is helemaal niks. Grapje zeker. Het is wel heel weinig, maar misschien heeft iemand een idee. We zijn best wel een getalenteerde klas. We kunnen goed dansen en zingen. Misschien kunnen we een talentenjacht organiseren. Ja, een talentenjacht is wel een goed idee. Wie is het er allemaal mee eens? De kinderen hadden een zaal gehuurd waar zij de optredens gingen organiseren. En de sfeer zat er goed in. We zijn heel erg blij dat jullie met zoveel mensen naar deze voorstelling komen kijken. We hebben een hele mooie show en we hopen dat we veel geld gaan ophalen voor Nepal. Plotseling kwam er in de zaal een wel heel bijzonder persoon binnengelopen. Wie zou hij zijn? Hallo, ik kom hier kijken naar jullie talentshow. Ik hoorde namelijk dat er een was. Ik ben van de ambassade van Nepal. Kan ik hier komen kijken? Kom verder. Waar moeten we zitten? Nee, dat is het veiligst. Er was zomaar iemand naar de voorstelling gekomen uit Nepal. Gelijk kreeg hij de beste plaats in de zaal helemaal voorin. De juf en de directeur van de school gingen verder en kondigden het eerste optreden aan. Hier is de eerste act. Hier hebben we voor jullie de Dance Squad. De speciale gast uit Nepal kon het optreden erg waarderen. De tweede act is een hele bijzondere act, want ze gaan een lied uit Nepal zingen. En hier komen ze dan. De groep heet De Lulas. Terwijl de beveiliging alles goed in de gaten hield, kwam de tweede act op het podium. Met een uit traditioneel Nepalees lied. Manulula tawaseyem tumbala sitom bohi. Het is zo mooi, doet me denken aan mijn jeugd. De Nepalese gast was erg onder de indruk en aan het eind van de optredens wilde hij wat tegen de zaal vertellen. Hallo, ik heb hier heel erg genoten van jullie show. Ik heb gezien dat het een project was en ik ben een prins uit Nepal. Ik heet Prins Bibek. Van genoten heb, ga ik alles wat jullie hiermee gaan verzamelen, ga ik verdubbelen. En daarbovenop mogen jullie ook nog een kijkje komen nemen in mijn land in Nepal. De kinderen waren super blij. Een paar weken later vlogen zij met de hele klas naar Nepal om het opgehaalde geld persoonlijk af te geven.